De Lelystadse regisseur Jeroen van Duivenbode die legt de laatste hand aan de korte horrorfilm A Basement. En dat is een echte Lelystadse productie. En ook de producent en de cameraman die komen daar vandaan. Ja, de producent is ook hier. Jesse Vulink is dat. Allebei van harte welkom hier in de studio. Ja, de cameraman dus ook. Is Lelystad een echte horrorstad, Jeroen? Het blijkt, ja. Ja, nee, we werken allemaal een tijdje samen bij het bedrijf Soul Vision, ook in Lelystad. En Ruben de cameraman, die ken ik al sinds de middelbare school, dus dat gaat al langer terug. Maar ja, blijkbaar genoeg mensen gevonden die het leuk vinden om aan mee te werken. Ja, maar dan ook nog speciaal horror. Ik bedoel, bindt jullie dat ergens op de een of andere manier? Nou, niet zozeer eigenlijk. Maar Jeroen kwam een tijd geleden met mij naar mij toe. Met een tof idee voor een korte film. En ja, ik heb gewoon passie voor film maken. Wij eigenlijk allemaal. Dus ik dacht, waarom niet? Dus ja, zodoende. En dan ga je denken, horror in Lelystad, waar gaan we het over hebben? Nou, waar gaat de film over? We gaan het dan hebben over, over horror in Engeland in de 19e eeuw. Ja, dat vind ik dus gek. Ja, nee, het kwam eigenlijk van een artikel wat Jesse oorspronkelijk had gevonden over een fenomeen dat heet Hidden Mother fotografie. En dat was eigenlijk een fenomeen waarin vroeger als er foto's gemaakt werden, dan duurde dat heel erg lang, doordat het lang duurde dat het licht geregistreerd werd in de camera's. En als er bijvoorbeeld foto's gemaakt moesten worden van kinderen, dan werd er veel bewogen. En als je veel beweegt op zo'n foto, dan is die foto verpest, want dan heb je alleen maar wazen. Dus wat ze destijds deden, was dan de moeder onder een laken zetten en dan het kind of de baby op schoot, zodat hij goed stil blijft zitten voor de foto en rustig blijft. Zodat er een mooie foto gemaakt kan worden. Maar als je dan naar die foto's kijkt vandaag de dag, dan heeft dat eigenlijk een heel erg creepy uitstraling. En daar is het idee een beetje ontstaan dat we dachten, daar willen we iets mee. En wat heb je ermee gedaan? We hebben daar een film over gemaakt die over thema's gaat als de standen, over de standenmaatschappij in de 19e eeuw. En over het verschil tussen de rechten van mannen en vrouwen komt erin voor. Er zitten eigenlijk heel veel verschillende thema's in. Maar het verhaal volgen we Eleanor, een fotografe, is zij. Die naar een huis toe gaat om dus een foto te maken van iemand. En als ze daar aankomt, dan blijkt het allemaal een beetje een spannende bedoeling zijn daarbinnen. Ik wil niet te veel zeggen, want ik wil het ook niet spoilen natuurlijk. Mensen moeten gewoon de film gaan kijken. Ja, maar de ingrediënten voor horrorfilms zijn wel aanwezig. Kunnen al, want het productieproces dat is al best ver gevorderd. We kunnen volgens mij al een stukje van de trailer laten zien en horen. Ja, dat hadden we net ook. Het blijft niet stil. Nou ja. Ah, daar komt het. Ja. Ja, is dat een beetje... kan je iets zeggen, Jeroen, over... Is dit het? Ja, volgens mij wel. Nee, dit is niet onze film. Oh, oké. Nee, wij dachten ook al. Dat is een beetje raar geluid erbij. Ja. Nou, ik zat te kijken al. Nee, oké. Okay, nou, wij houden daarmee op. ik vond het wel spannend, maar het was niet wat jij bedoelde. Wat zouden we te zien en te horen moeten krijgen? Ja, eigenlijk begint de trailer met het openingshot van de film ook, waarin je de hoofdactrice in de koets ziet zitten. Die onderweg is naar een grote mansion. Oh, dat is al spannender dan wat wij net zagen. Ja. Nou, dat is wel jammer, maar dan kan ik het een beetje omschrijven misschien. Die komt daar aan en de eigenaar van het huis die opent de deur. En dan komt zij naar binnen en dan zet ze de spullen op. En eigenlijk ontstaat er een beetje een gesprek tussen die twee, waarbij zij eigenlijk een beetje wil ontdekken wat er nou precies aan de hand is in dat huis. Waarom die man zo raar doet. En hij wil maar niet echt dingen loslaten. Dus het is ook een beetje een mysterie. Huh? En daar, dat wordt een beetje geteased in de trailer. Ah. Oké. Nou goed, dat is over de film. Ja, goed, dan gaan jullie aan het werk, hè, om zo'n film te maken. Ja, jij als producent, Jesse. Hoe ga je dat nou aanpakken? Ja, dat was wel een uitdaging, maar wel een hele leuke uitdaging. En ik denk dat wat vooral ons als filmmakers ook heel erg drijft, is dat we het heel leuk vinden. Dus dan ga je inderdaad in dit geval een period piece. Dus het gaat echt om de Victoriaanse stijl. Dan moet je natuurlijk op zoek naar locaties. Het liefst willen we met z'n allen overvliegen naar Engeland natuurlijk. Ja. Maar ja,
daar is vaak een budget. Het allerliefst wil je natuurlijk in Lelystad blijven, maar als het echt niet anders kan. Eigenlijk wel, ja. En dan zoek je een beetje 19e eeuwse Engeland in Lelystad. Dat is ook niet te vinden natuurlijk. Dat was lastig inderdaad. Dus toen heel eigenlijk Nederland afgezocht. En toen hebben we hele aardige mensen die een prachtige woning hebben, waar het dus ook het verhaal zich afspeelt. Die hebben eigenlijk dat allemaal ons gegeven. Een soort van, we vinden het tof dat jullie dit doen. En we willen jullie graag hierbij stimuleren en helpen. En die hebben dat kosteloos eigenlijk aan ons aangeboden. Maar er komt verder natuurlijk veel meer bij kijken. En daar is ook wel een prijskaartje zit eraan. Want we werken wel echt met state-of-the-art equipment, dure filmcamera's. Dus het is een leuke uitdaging. Zeker. En hoe ver zijn jullie nu in het traject? Is de film helemaal af of is het klaar? Nou, we hebben de hele film al opgenomen. Dus de hele pre-production, het schrijven van de film, de production, het opnemen van de film zijn al geweest. En nu ligt de film eigenlijk in de postproductie. En de nabewerking is ook al voor een groot deel gedaan. En dan bedoel ik echt het knippen en plakken, het monteren van de film. Maar dan zijn er nog een aantal elementen zoals het sound design. Wat bijvoorbeeld een heel erg belangrijk onderdeel is in een horrorfilm. Leg eens uit. Dat is iemand die voetstappen nadoet over precies, het kind. Precies. Ja, dat is inderdaad exact dat. Maar ook de spannende ambience muziek die erin zit in de film. Juist de keuze waar laat je stiltes vallen. Of wanneer knalt er iets in wat het juist weer een beetje eng maakt. Het is eigenlijk, dat is ook een heel specifiek werkje. En daar hebben we ook mensen voor die we daarvoor inhuren, die dat zo goed mogelijk kunnen doen. En dan heb je nog de kleurnabewerking, zodat alles naar elkaar toegetrokken wordt en ook weer spannend eruit ziet. Daar sta je niet bij stil als je film kijkt, dat het allemaal bij komt kijken. Is het budget rond? We hebben in principe het zo gedaan dat we zelf de productie van de film helemaal hebben gefinancierd. En voor de postproductie, wat nu dus nog bezig is, een crowdfunding opgezet op cinecrowd.com of .nl. .nl, ja. En daar hebben we eigenlijk een doel opgezet van €10.000. Waarop we hopen dat zoveel mogelijk mensen doneren om te helpen de film af te maken. En we zitten inmiddels rond de 60%, iets over de 60%. Dus dat is al supermooi. En we hebben heel veel support al gekregen. Dus, maar liefhebbers van horrorfilms, die kunnen jullie nog steunen? Ja, absoluut. Ja. Kom je dan op de aftiteling? Ja, dat ook. Ja. Ja, er zijn op die pagina's een hele hoop rewards die je kan krijgen afhankelijk van hoeveel je doneert. Waaronder inderdaad bijvoorbeeld een geheime link naar de film. Die krijgt sowieso iedereen die iets doneert. Dan kun je natuurlijk gewoon de film gaan kijken. Tot aan tickets voor de première of een kijkje achter de schermen in de geluidsstudio, waar we de nabewerking nog gaan uitvoeren. Dat kan ook allemaal nog. En dat loopt tot eind september. Dus het zou super fijn zijn als er mensen ons willen supporten en de film helpen af. Moet je nog wel even een keer de website noemen? Dat is cinecrowd.nl/abasement. En wanneer moet de film nou echt klaar zijn? De film die hangt er dus een beetje vanaf hoe succesvol de crowdfunding is. Maar zo gauw dat helemaal rond is, wat eind deze maand ergens zal zijn, dan schat ik dat we eind dit jaar de film in première kunnen laten gaan. En wat houdt in première in? Komt die echt in de bioscoop of ga je naar filmfestivals? Wat is de bedoeling? Het idee is om een besloten première te houden in een zaal die we daarvoor moeten afhuren. We zijn daarover nog in gesprek met verschillende locaties. Onder andere ook het Agro Theater in Lelystad. Daarna willen we de film naar verschillende filmfestivals sturen, inderdaad. Internationaal ook, want daarom hebben we hem ook Engelstalig gemaakt. Dus daar zal hij dan ook... Hij is ook helemaal Engels gesproken. Ja. En hoe lang wordt... Want het wordt als een korte film wordt hij aangekondigd. Ja. Hoe lang duurt hij? Hij zit nu tussen de 20 en 25 minuten. Het zal niet langer dan 25 worden. Nou, dat kan Jeroen net aan, denk ik. Dat overleef ik nog wel.